behoorlijk wat ondersteuning, maar het maakt het wel heel erg mooi. Wow. Zo dan, dit was vet. Dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van Planet Coaster. Als er iemand is in de community die goed kan bouwen in Planet Coaster, dan praten wij natuurlijk ook over operateur. Er zijn natuurlijk genoeg andere goede bouwers, maar ja, operateur die maakt er altijd een feestje van. Hij maakt eigenlijk altijd een recreation. Dat is dat hij een achtbaan van een bestaand park nabouwt. Volcano The Blessed Coaster. Dat is de naam van dit project. Je kan hem vinden op Steam. Ik wist ook niet dat hij hier aan bezig was. Vaak hou ik het wel in de gaten wat hij allemaal bouwt. Maar bij deze wist ik het nog niet. Dit wordt een wat kleiner project. Ik ben erg benieuwd. We gaan een kijkje nemen. Nou, hier is het beginnetje. Hij heeft eigenlijk die kleine bosjes gebruikt als gras. Best wel goed gedaan. Het is... Wow. Oh, nee joh. Holy moly. Alleen al de plantjes in deze omgeving tellen al 14.000 objecten. Hij had er zin in. Hij had er heel veel zin in. Natuur is sowieso heel erg belangrijk. Altijd. Hier zien we bord met Volcano ook prachtig in elkaar gezet. Heel mooi. Ook met allemaal streepjes. Het is gewoon een zelfgemaakt logo. Ik vind het briljant. Echt waar. Ik moet dat ook een keer gaan proberen. Ik heb een aantal projecten natuurlijk lopen op Planet Coaster. Dus wie weet. Wie weet. Nou, dit ziet er al heel erg tof uit. Ik weet niet of dat het station is van de achtbaan. Dat lijkt mij wel. Want ja, zo ziet het er wel naar uit. De ondersteuning is ook allemaal handmatig geplaatst. Super vet. Echt super vet. Hij heeft het geprobeerd zo realistisch mogelijk in elkaar te zetten. Maar, oké, huh? Als ik hier kijk, lijkt het op een hangende achtbaan. Maar is het nou ook, is het een hangende achtbaan? Volgens mij wel. Ik word verrast. Nou, dat is maar goed ook. Is dit toevallig de ingang of is dit dan de uitgang? Het ziet er naar uit dat dit de uitgang is. Ja, dus we moeten nog even omlopen om te zoeken naar de wachtrij. Ja, niet te missen. Kijk eens even hoe die dit nou weer in elkaar heeft gezet. Dit bestaat uit allemaal, ik weet niet, scarecrow limbs. Jeetje. Het is gewoon eigenlijk, dit is echt heel vet gedaan. Dit brengt me echt op ideetjes. Zoals je ziet zijn het allemaal dezelfde objecten. Ik zal het even eruit halen. Dit is het eigenlijk. Het is een klein, ja, een scarecrow. Het is een armpje of zo. Of een limp. Dat is waarschijnlijk een been natuurlijk. En dit heeft hij allemaal bij elkaar gezet. Ik weet niet wat er in het midden zit, maar ja, dit telt al bijna 800 van die takjes bij elkaar. Dus ja, kun je nagaan. Het is gewoon bizar dat je al voor 800 objecten een poort in elkaar zet. Heel knap. Maar we gaan hier door de stenen heen. In combinatie met het land ophogen volgens mij. Of zijn het allemaal losse stenen? Even klikken. Nee, dit is allemaal land opgehoogd. Gaaf gedaan trouwens. Dat hij net dat pad er langs hebt gemaakt. En hier verdwijnen we dan in de tunnel. Komen we aan bij dat hele leuke... Het is een... Oh, ik wou net zeggen. Is het nou zo'n korte wachtrij? Maar we moeten nog helemaal slalommen. Dan gaan we hier naar beneden. Vervolgens gaan we dan hier naar boven. En dan komen we aan bij de achtbaan. Inderdaad, het is een hangende achtbaan. Maar hij staat op testen en... Hij staat wel stil op dit moment. Wacht, ik zal hem even sluiten. Misschien is er wat aan de hand met dat ding. Zo, en nu staat hij goed. En we maken natuurlijk ook een onride van Volcano, de inverted coaster. Een mooie, brede baan. Ik vind dat heel gaaf om te zien. Het mag voor mij zo breed mogelijk. En we hebben een lancering. Wat voor snelheid gaat hij halen? Ik hoop toch wel richting de 100, 110 km per uur. Daar gaan we dan, 97. Schitterend. Kijk even al die ondersteuning. Het is behoorlijk wat ondersteuning, maar het maakt het wel heel erg mooi. Wow. Zo dan. Dit was vet. Dit was echt vet. Je denkt van gaat er nog wat komen? En dan komt er gewoon nog een lancering. En we spuiten gewoon uit die vulkaan. Geweldig. Met ook de benodigde effecten. Er komt nog allemaal rook uit die vulkaan. Ik vind het heel vet. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik wist niet dat deze achtbaan bestaat. Oh, het wordt in één keer donker. Krijgen we de remmen. En of we dan weer een nieuwe lancering krijgen of een ander iets, dat zien we dan wel weer. Maar we zitten in één keer in een soort van tunnel. Maar we zien wel wat er gebeurt. Een nieuwe lancering. Oh nee, huh? Het leek net alsof er weer een lancering ging komen. Maar dit was hem gewoon. Ja, dit is ook echt briljant in elkaar gezet.
met Temple Block Runes. Met die fences heeft hij gewoon allemaal op elkaar gestapeld. En op die manier heeft hij gewoon niet standaard met muren en met palen heeft hij dat station in elkaar gezet. Gewoon op deze creatieve manier heeft hij dit allemaal zo gevormd. Ook met die rotsen. Ik vind het echt een heel erg indrukwekkend project. We kijken uiteraard even naar de testresultaten van deze achtbaan. Die zijn er dus nog niet. Sorry, jongen. Waarom zijn die er niet? Is er iets aan de hand? Zijn er problemen? Wacht eens even. Toen ik in het project aankwam, stond het karretje stil. Het karretje staat nog steeds stil. Dus wij weten gewoon niet de statistieken van deze achtbaan nu op deze manier. Dit is heel apart. Ik weet niet wat het probleem is, maar de achtbaan wil niet vertrekken. Zelfs hier binnen is een schuurtje met allemaal leuke objecten bij elkaar. Nou, je ziet ook dat er wat onkruid binnen groeit. Ziet er ook mooi uit. Potjes en pannetjes. En daarboven dan de grote blast. Die kwamen echt uit die vulkaan. En ook die vulkaan ziet er echt super vet uit. Heel mooi gedaan. Dus gewoon het land omhoog opgehoogd. En daarbij heeft hij dan heel veel details aangebracht. Met allemaal losse steentjes. Toch een bijzonder project. Bedankt operateur voor weer een geweldige ervaring in een nieuwe achtbaan. En laat vooral een duimpje achter. Volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering van Planet Coaster. En ben je natuurlijk nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Vergeet dan zeker niet om op het logo te klikken. En je kan altijd nog doorklikken naar een andere video van Planet Coaster. Als je geen genoeg kan krijgen van dit fantastische spel. Doei!